zijn ongeveer zo die scheuren de rood. Zo, crash. Hier komen C, achtervolging te voet. Eenetje erbij. Verder dat zei ik niet, maar dat bedoel ik wel. Naar achter, op je knieën. Jij! Godverdomme, dat dacht ik toch. Liggen! Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, Elderspeed de Farmer. Vandaag in een regenachtig Los Santos gaan wij op pad met de Touran 2011. Voor de mensen die het nog weten, is een maandje terug ongeveer. Jullie konden via Instagram even snel kiezen. Dat zijn ongeveer zo die scheuren de rood. Zo, crash. Ja, deze pakken we. Of ja, pakken we. Deze gaan we nu helpen. Die andere laten we gaan. Jullie konden kiezen ofwel de Touran 2011 ofwel de Touran 2007. Massaal werd gekozen voor de 2011. Goed, luister. Is alles oké met jou? Moet ik een ambulance vragen? Te zien gaat het wel goed, geschrokken. Ja. Dus binnen 10 minuten had ik gezegd, moeten jullie stemmen ofwel Touran 2007 ofwel Touran 2011. Massaal op de Touran 2011. Komt die andere pieper terug. Oh jongen. Oh jongen, je bent aangehouden en jouw vriend die krijgen we nog wel. Dit slaat echt drie keer nergens op. Niet antwoord verplicht, je gaat meewerken, godverde. Hier komen C, achtervolging te voet. Eenetje erbij. Staan blijven. Zo. Ik ga meewerken, want ik krijg echt een taser in je gezicht. Hier gaan we geen rare praktijken uithalen. Of uitvoeren, of wat het ook is. Hij is weg. Oké. Dat kan ook. Ik kan niet meer bewegen. Dus wij gaan in ieder geval door. Auto is al afgesleept. Citizens report an assault on a civilian on Lockport Freeway. Respond code 3. Iemand gegijzeld. Nat en natuurlijk lange remweg en zo. Even kijken hoe ik daar gekomen hoor. Even. Oké, zo dus. Nou, er wordt iemand gegijzeld. Geen tijd voor zware vesten zou nu gebeuren. Waarschijnlijk eerst het TP. Blauw gaat uit. Denken dus aan de veiligheid. En aan het verkeer die niet snapt tot ik rechts inhaal. En hier tussendoor ga. Wapen laten vallen, politie. Handen. Oké, okay, één verdachte neer. Spoedambulance deze kant op. Oké, okay, hij heeft toch het besloten te schieten. Niet zo goed. Ambulance komt deze kant op. Wapens bergen. Ja. Twee schoten door het hoofd. Bij beide dus. Ambu is aanrijdend. Lijkt me niet helemaal totdat hij nog veel zin gaat hebben. We wachten op de ambu die snel ter plaatse gaat komen met de luchthoren. Sorry, vergeten, vergeef mij.
maar wel een mooie ambiguïteit. Maar de Sys Games vorige... De twee dagen terug hebben jullie die gezien als het goed is. Of nog eerder zelfs. Ik snap niet waarom ik nu weer door mijn Touran kan lopen. Hoi. Even wachten. En dan gaan we zo meteen waarschijnlijk voor een van de twee sowieso een lijk begrafenis ondernemen vragen. Eentje is overleden. Oh. Oh, wat heb ik gedaan? De tweede is ook overleden, dus dan doen we begrafenis ondernemen. En dan komt die beide ophalen. Deze melding is ten einde. Goed werk. Dispatch calling unit 1 Lincoln 18. We have a traffic alert for a possible burglary. Oh, sorry mensen. Oké, dus we gaan hier iemand treffen. Die komt recht op mij af gewoon. Kan ik beter gewoon wachten. Terug. Die wordt nog gezocht voor agressieve woningoverval of zoiets. In een snelle auto. Ik weet alleen niet of het de Volvo is of die Aston Martin daarachter. Ik denk die Aston Martin. F62. Ja, dat is die. Zit twee man in. Ik weet niet of we de BTGV kunnen uitvoeren. Op het moment dat ze gas gaan geven ga ik ook mee. En dat geven ze nu. Stop voor staat aan, blauw staat aan. Kan ik je BTGV? Zeker kan ik dat. Oh nee, toch niet, wachten. We gaan. We hebben het niet voor niks. Assistentie vragen voor van collega's. Te helpen bij deze gevaarlijke verdachte. Als het goed is gaan ze naast me staan. Elke verdachte wegen wordt er geschoten. Handen omhoog, beide. Meewerken zeg ik toch? Verder dat zei ik niet, maar dat bedoel ik wel. Naar achter, op je knieën. Jij! Godverdomme, dat dacht ik toch. Liggen! Je moet dat niet raar gaan doen en de hel uit hangen. En jij ook. Liggen. En die vrouw die gaat er ook vandoor. Liggen blijven, oké. Okay. Hey, staan blijven. Mes laten vallen. Goed zo. Zo, mes veilig gesteld. Twee verdachten aangehouden. Alles veilig hier, alles veilig. Een achtje voor beide. Eén collega vraagt om assistentie. De collega heeft hem onder schot gehouden. Deze is hij ook aangehouden. En dan kijk ik naar het bureau. Ik weet niet meer wat mijn Touran was, dat was deze. Iemand heeft onze politieauto gestolen. En dat mag niet, hè. Ik zocht even de knop voor blauw, maar ik heb hem gevonden en we gaan meteen eens kijken. Rechts vrij. Nee, ik ga beter rechtdoor. Hier komt die recht op mij af. Oké, gaat er vandoor. Over het stoepje, links weer de straat op. Een C-achtervolging. Vito gestolen. Ik weet niet of er nog een hond of iets in zit. Hoge snelheden heeft... Blauw en de schrenen knop gevonden. En weet hoe die een pit uit de weg moet gaan. Au.
Nee, ik slip weg. We gaan terug. Collega's komen tegemoet. Ik weet niet of ze door hebben op tijd. En een Audi. Hebben het wel door, maar niet op tijd. Wordt flink gebeukt. Stoppen. Hoort hij niet. Oh, dat is weer de... Deze is helemaal gek. Nu ben ik er klaar mee, hè. De collega in de Audi heeft ook gedacht van laat dat Wim maar lekker oplossen, die kan er beter dan ik met mijn Audi. Want ik vind hem niet meer. Kom nog eens, Vito. Zet naar voren, blijf staan zo. Ga nou niet aan de... Oeh, die was... Oh. Die was wat te hoog. Sorry, mijn fout een beetje. Ook wel jouw fout, jij moet opletten. Tijd komen. Nou, ik moet toch maar een ambulance vragen. Ook wel eens een boefje. Boefjes moeten ook hulp krijgen. Maar dat ziet er niet goed uit. Nee, dat ziet er helemaal niet goed uit. Nee. Geef maar op, ambu. Alsnog mag ik niet de dood verklaren. Dus ik moet even een ambu laten komen, maar aangezien de hoeveelheid bloed en ik vermoed dat ik gewoon, als ik hier zo kijk, gewoon recht door het hoofd heb geschoten. Dus ja. Bandjes kapot. Op zich voor de rest weinig schade. Dus zie je afslepen, een nieuw bandje erop en klaar om weer inzetbaar te zijn. Heb ik groen? Nou. Oké, dood. Waag het, hè. Ja, dat dacht ik toch. Hallo. En weer terug in het stadje. Melding afgerond. Weer een zetbaar hier zo. We gaan niet meer te lang door, want we zijn alweer een tijdje bezig. Dit kan toch ook nooit goed zijn, hè. Als dat... Dit kruispunt. Ik had toch echt groen. Kijk nou wat een chaos hier. Ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken. 2, 0, Mike Alpha, Fox 2, 5, 3. No, Ken 99. Oké, dat is die Volvo, die moet je niet hebben. Ik moet de Tesla hebben. 4, 5, Uniform, Romeo, Papa, 0, 9, 2. A traffic violation. Proceed with... Stop voorstaan aan bij de Volvo in ieder geval. Aangezien ik toevallig weet dat de Cavalcade Volvo is. Dus die heeft geen registratie. Zullen we nog eens een kenteken checkje doen? Ja, zie. Want er stond geen andere Volvo.
traffic violation. Proceed with caution. Hallo. Hi. Waarom is uw voertuig niet geregistreerd? Kan niet vragen. Even een ID zien, terwijl een rijbewijs. U bent de eigenaar van het voertuig, zie ik. Mooie auto, dat wel. No registration. En dan mag je niet verder rijden, geloof ik. Maar goed, dat doet hij toch. Ik kan hem niet laten uitstappen. Of ja, ik kan hem wel laten uitstappen, maar als ik dan klaar ben, dan rijdt hij weer verder. Ik vind het overdreven om het voertuig af te slepen. Dus krijg ik een keuring van mij van het niet hebben van een registratie van het voertuig. En mag niet verder rijden. Dus doe er iets aan. En hij zal hier moeten blijven staan. En nu doen we onze ogen dicht, want nu zien we niet dat hij wegrijdt. Hij blijft hier gewoon staan en hij vervolgt zijn weg. Ja? Bericht voor... Oh. Ik dacht, ik neem die melding nog even aan, maar dat ga ik niet doen. Ik moet ook gaan. Dat betekent dat we daarmee stoppen. Was een iets wat korter video, 20 minuten, maar ook voor mij wel eens fijn, want dan hoef ik wat minder te editen. Want ik denk dat ik vanaf nu, ja, ik hoef niet veel meer te editen. Dus ik ga je bedanken voor het kijken. Jullie krijgen we over 2 dagen bij een nieuwe video, zoals altijd. En ik heb gewoon geen idee wat over 2 dagen. Dus tot dan. Doei!